Nienke, volgens mij heb je het behoorlijk druk de laatste tijd, of niet? Ja, het is echt wel even druk op het moment. Maar het komt ook omdat ik nou een hele andere stijl doe. Hè. Dus ja, dan moet je toch weer helemaal opnieuw beginnen. En dan moet je veel investeren in nieuwe liedjes en nieuwe dingen doen. Dus het is druk. En inmiddels is dus het eerste album uit? Ja, in de Nederpop genre wel. Vorig jaar heb ik ook een album gehad, maar dat was meer het volkse. Dus nu, nu opnieuw beginnen met mijn popliedjes. Er staan ballads op, staan echt van die rocknummers op met stevige gitaar en drum. En staat er nog meer op. Sorry, ik moet even hoesten. Best verkouden zat. Staat er nog meer op. Ja, easy listening nummers. Maar ook echte knalnummers, echte dansliedjes. Het is heel gevarieerd. Ja, en inmiddels is er een single uit. Ja, klopt. Eerst hebben we Zonder Jou hebben gehad. Dat was een heel heftig nummer. Maar dat was eigenlijk ook om... Sorry. Dat was eigenlijk ook omdat ik met wat nieuws ging beginnen. Dus dan moet je gelijk erin knallen met een stevig nummer. En ja, nou heb ik Vandaag is mijn dag is nou uit. Samen met het album dus natuurlijk. Maar dat is een heel rustig liedje. Het is eigenlijk de bedoeling dat... Want het is nou een beetje... Ja, nederpopmuziek is toch... Omdat ik zei met drums en... En gitaar en zo. Het is toch echt wel wat bandmuziek. En met die band, waar ik me ook mee in de clip sta van Zonder Jou, hebben we het wel gehad dat het misschien een leuk idee was om samen te gaan optreden. Dus er zijn wel plannen voor. En dat lijkt me wel heel leuk met een band. Only Four, dat is een band die samenwerkt ook en met de plaatsmaatschappij waar ik bij zit. Met ECMP, die zit in Den Haag. En zo ben ik eigenlijk ook bij hun gekomen. Want de toetsen is, dat is dan ook weer iemand van het management. En, dus zij met z'n vieren. En ja, dat zijn twee broers en één zoon ervan. En weer een vriend van de familie. Dus dat is heel erg leuk. Dus, en ze zijn heel goed. Maar het zijn nog plannen, hè. Dus concrete dingen hebben we natuurlijk nog niet echt vastgesteld. Maar het is, ja, we hebben het er wel over. En we zijn wel serieus. Dus.